Ik ben Saskia van der Zanden van Meren. Ik ben dus getrouwd. Ik ben 41 jaar oud. Ik heb 3 kinderen. 2 dochters en mijn zoon. Hoe lang zit je op karate inmiddels? Bijna 2 jaar geloof ik. Bijna 2 jaar? 2 jaar. Inmiddels blauwe band? Ja. Gaat goed. Waar ben je aan karate begonnen? Ik wou vroeger al graag op karate. Oké. En alleen mijn moeder zag het niet zo zitten om zo ver te gaan fietsen. En nou, ik ben er zelf volwassen, dus toen kwam het ineens weer op mijn pad. Ik dacht van nou... Hoe kwam het op jouw pad? 4 mijn dochters, die zaten dus hier op karate. Oh, oké. Okay. En toen ben ik met die meester gaan praten. En die zei van als ik een aantal mensen, volwassen mensen, papier zou hebben voor oudere beginners. Ja. Als ik minimaal 10 mensen papier had staan, dat je dan een groepje zou beginnen. En dat was me bijna gelukt, dat was een stuk of 9, maar toen zijn we toch maar begonnen. Dus daar zijn er nou een aantal van overgebleven. Ja, dat is wel leuk. Ja. En hoe bevalt het? Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het heel erg leuk. Ja, je bent echt fanatiek. Ja, ik doe het ook als ik sta te koken en zo, dan doe ik ook oefeningen. Op de lijntjes staan bijvoorbeeld, op de tegels van de keuken. Voor je evenwicht? Zo. Nee, vooral door de kookmotivatie in het begin. Nou gaat het vrij redelijk. Oh, oké, de bestanden. Ja, de bestanden. Ja. Maar nou gaat het vrij redelijk, maar hier heb ik dus heel veel op die lijntjes geoefend. En heb je daarvoor nog een andere sport gedaan? Ik heb al voetbal gedaan, fitness, streetdance. En als je dat nou vergelijkt met fitness, met streetdance, karate? Dat vind ik karate het leukste. Omdat je dan alles beweegt. En het is ook een stukje zelfvertrouwen waar je krijgt. Dat merk je ook echt? Ja. Waar merk je dat uit? Dat merk ik aan als ik bijvoorbeeld over straat loop en je moet bijvoorbeeld langs een groepje of ja, een groep jongeren en je bent in je eentje, het is donker bijvoorbeeld verder. Vroeger dan had ik daar toch meer moeite mee als ik in mijn eentje daar langs moest lopen. Als nou loop ik gewoon langs, gek over die dag, ik loop gewoon door. Met veel meer zelfvertrouwen. En waarom heb je voor de meierij gekozen? De meierij gekozen? Ja, ik heb eigenlijk niet super echt gezocht naar een andere vereniging. Ik kwam gewoon hier in Vught terecht en het is goed te doen qua afstand en het klikte meteen met de mensen. Dus, Wat vind je van de meierijsvereniging? Ik vind het wel een leuke vereniging, dus gemoedelijk, net zoals het ook familie is. Ja. Hoe ver wil je nog gaan met de raad? Het is voor mij niet echt per se de bedoeling om banden te houden. Het is leuk, het is meegenomen, maar het gaat mij vooral over om lekker bezig te zijn. Maar zolang je het leuk vindt? Ja, blijf ik het doen. Ik word er ook rustig van. Ja. Ja. Dan ga ik op mijn gemak de katers lopen, maar dan doe ik het heel rustig. Op mijn gemak en dan let ik op mijn ademtechniek. Dus als ik dan heel gestrest ben of zo, dan ga ik als in de huiskamer zet ik de tafel aan de kant. Dan ga ik op mijn gemak de katers lopen en probeer ik de goede technieken te gebruiken. Goed op mijn standen te letten. Dan word ik rustig. Wat leuk. Ja, het werkt hè? Ja, het werkt. Ja, het werkt. Oké, dankjewel. Oké. Ik voel me even vooruit. Nee, jongen.